013 bij Paradox. Om te vieren dat wij de CD Alle 013 Goed succesvol hebben afgerond. Een heel leuk project. Wij vonden het leuk om dan nog even met jullie naar terug te kijken. Hartstikke leuk dat jullie eraan zijn. Maar na 013 komt natuurlijk 014. En wij dachten, laten we daar ook vandaag aandacht aan besteden. We hebben daarom ook een band uit het 014 gebied, dat is Turnhout. Straks worden jullie daar meer over geïnformeerd. En er zal volgend jaar ook een CD opgenomen worden. En wij denken dat de komende artiesten grote kanshebbers zijn om op die CD terecht te komen. Graag jullie applaus en warme aandacht voor Harold Adank en Joris van Eyck. Een goudstuk dat verkleurt, want het gaat van hand tot hand. Zoals het nest de vogel vormt, kleurt jouw liefde mijn gezang. De hommels in de weg worden van de wandelaar. Tilburgse artiesten, woonachtig in het 013 gebied, maar we gaan ook samenwerking aan met Turnhout, omgeving Turnhout 014. Daar wordt het idee ook enthousiast omarmd en ja, wij verwachten dat zich enorm veel artiesten gaan aanmelden en daar gaan we ons voor inzetten. Zondag 23 maart 2014, hier in Paradox is de opnamedag. Vanaf januari kunnen mensen, bands, artiesten zich gaan aanmelden. Dan hebben wij ook zicht op of we enige financiering daarvoor hebben kunnen rondkrijgen. En dat is dit jaar wel het idee. Betekent dat nu Turnhout dat zich ook Belgische artiesten kunnen aanmelden? Ja, in principe ja, wel. En dat vinden we ook heel leuk. En daarom is er ook op deze dag van het vieren van 013 naar 014... hebben we ook de band uitgenodigd die uit Turnhout 014 gebied komt. Nunkie, hartstikke leuk dat ze er zijn. Denk je dat er ook 013 artiesten te beluisteren zijn dan? Zou het zomaar kunnen? Ja, het programma... Jeroen Bezem is daarmee bezig met het programma. En ik heb al gezien dat hij met Eve heeft gesproken... Ik was zelfs ook een keer bij, dat ik het even. Dus ik heb een sterk vermoeden dat daar een behoorlijke rol is weggelegd voor een aantal artiesten van de CD Alle 013. Ja, ik vind dat gewoon heel bijzonder dat we gewoon. Het is met een ideetje begonnen, Frank van Pamelen, Alle 013 Goed. Wij dachten, die CD. En uiteindelijk groot artikel in de krant, jullie filmpjes, hartstikke leuk natuurlijk. Dat is. 41,7 stemmen. Dus voor mij is Frans de winnaar. Everybody's staring at you and you just can't hide. You are staring through the window, seeing all the kids playing around and free. Your hands upon the glass, high and dry. Shy boy, don't you know? Zo'n luxe collectors item als het dit jaar is geworden. Maar een eenvoudigere CD die meer als middel om aandacht te vragen voor artiesten. Maar naast die CD, en dat hebben we eigenlijk vanmiddag nog vergeten te vertellen, gaan we ook een film maken, een documentaire maken rondom het hele project.
En er is vanuit de gedachte dat er zoveel meer komt kijken bij het artiest zijn dan alleen maar dat liedje daar op het podium zingen. En dat doen we in samenwerking met Fontys Academy for Creative Industries. Wat we in 013 hebben gedaan, Tilburg boven alles, gaan we in 014 doen, maar we gaan het beter uitbreiden, we gaan het groter maken, we gaan het allemaal, ja, het wordt gewoon allemaal fantastisch. Ik heb ook gezegd op deze dag dat ik iets aan wil bieden aan de stad. Nou zal ik het niet aanbieden aan de stad, maar daar gaat Chris mij bij helpen. De stadsdichters hebben allemaal een schilderij en die hangen in de bibliotheek. De nachtburgemeester staat nu zo op de kaart. Tilburg zal nooit meer zonder een nachtburgemeester zijn. Daarom vind ik dat de nachtburgemeester een galerij verdient. Oké, Chris, dan kun jij misschien onthullen. Als ik nog van één avond de kans geef aan de 013 artiesten voor Eurosonic, dan kunnen ze zichzelf promoten. Dus bij deze wil ik de artiesten. Om zich aan te melden. En dat, we hebben net even besproken, dat kan dus bij jullie. En dan gaan we een showcaseavond organiseren tijdens Eurosonic Noorderslag met alleen 013 artiesten. Leek me een goed idee. Ik heb zo net het podium bekendgemaakt dat ik heel graag tijdens Eurosonic Noorderslag een soort showcase wil organiseren met Tilburgse artiesten die zich tijdens Eurosonic Noorderslag kunnen presenteren. Dus alle 013 artiesten mogen zich aanmelden? Alle 013 artiesten zijn in principe welkom om naar Groningen te komen tijdens Eurosonic Noorderslag. Het is een geweldig festival in de stad waar de hele muziekindustrie samenkomt. En dat is natuurlijk een uitgelezen kans voor de artiesten om zich te presenteren bij de grote boekers en plaatsmaatschappijen en whatsoever.